mooi weer kunstroute, dacht ik, toen ik vanmorgen wakker werd. We gaan het weer doen voor de 23e keer. Staat heel Leiden open, alle ateliers staan open, heel veel andere plekken ook. Welkom aan iedereen die hier nu vandaag is. Fijn dat jullie er allemaal zijn, overal, om ons heen. I would like to give a special word of welcome to Mr. and Mrs. Barrett from England, because you might not know it, but this is the fifth year that they travel to Leiden, especially to visit the Kunsthof. And because we know that this now, and because we somehow became attached to their visits, so we have a little present for you, Mr. and Mrs. Barrett. So my speech will be in Dutch, so maybe you know a little bit Dutch now. I doubt it. Verder speciaal woord van welkom voor Robert Strijk, die zo strategisch achter Chris staat opgesteld. Ja. Welkom Robert, fijn dat je er bent, wethouder van cultuur. Ja, de 23e kunstroute en ik dacht ik ga een paar trends, ontwikkelingen, dingen die we signaleren in de loop van de jaren die dan... Als de jaren verstrijken, zie je die veranderen. Nou, het internationale bezoek is natuurlijk één van. We zien steeds meer internationaal bezoek in Leiden. En dat is denk ik heel erg goed. Een andere is dat we ook steeds meer, en de tentoonstelling hier in Ars is daar ook eigenlijk wel aan gewijd, zien dat er veel ateliers zijn buiten de singles. Is dat jammer? Nee, ja, nee. Nou, in elk geval, heeft het iets te maken, vraag ik mij dan af, met... gentrification in de binnenstad wordt duurder. Hè, er zijn minder ateliers, dus kunstenaars zoeken ook de omtrek van de stad op. Dat blijkt ook uit het boekje. Dit is het boekje. Wie vindt hem beter dan de andere boekjes? En wie mist het kleine boekje? Ah, okay. Ja, dat kon in je zak. Ja, ik heb ook niet zo'n grote zak, hij past er bij mij niet meer in. Maar het mooie van dit boekje is wel dat er veel meer plattegrond in staat. En dat maakt het veel handiger eigenlijk om mee te nemen. En juist ook nu al die ateliers ook meer over de stad verspreid raken, is dat wel heel erg handig. Dus ik hoop dat jullie met het nieuwe kunstroute-boekje even goed uit de voeten kunnen. Of misschien nog zelfs wel beter als met de oude. Ik refereer er al even aan, want kunstenaars die ateliers hebben buiten de singles, juist hun werk is nu ook opgehangen op de tentoonstelling de Ars. Dus als je benieuwd bent waar je dan het beste heen kunt fietsen, dan kun je hier even binnenkijken welk werk je aanspreekt, welk atelier je wil bezoeken. Dus die grote kunstroutegids, dat is eigenlijk de derde trend. De vierde. Dat is dat steeds meer particulieren en bedrijven ook ruimtes beschikbaar stellen voor projecten, tentoonstellingen tijdens de kunstroute. Er staat wel iets anders tegenover, want we zien ook wel dat er plekken voor beeldende kunst in Leiden waren die inmiddels zijn gesloten. Zoals het oude postkantoor of open makers aan de markt, naar Aalmarkt. En ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen dat een stad ruimte nodig heeft voor beeldende kunst, niet alleen maar tijdens het kunstroute-weekend. Neem niet weg dat het natuurlijk wel fantastisch is dat er zoveel mensen zijn die hun ruimte voor dit weekend weer beschikbaar hebben gesteld. Zoals een lange brug. En ook wederom bij de Aalmarkt winkel, Men at Work. En die presenteren elke twee maanden werk van een jonge kunstenaar onder de titel Start Something. Nou, dat vind ik toch eigenlijk ook wel een heel mooi en prijzenswaardig initiatief. En dan komt er nog binnenkort aan de Marktstegen plek bij, de Marktstegen 10. Waar Casper Fase zit en Michel Roemen. En die stellen dit weekend ook voor het eerst een plek over. Dus ben je benieuwd, ga dan daar ook eens kijken. En zo kun je eigenlijk wel zeggen dat Leiden, ja, er gebeurt zo ontzettend veel ook weer tijdens de kunstroute. De kunst voor ons, Resi en het team van Blaco, is eigenlijk om te zorgen dat het kunstroute weekend ook een beetje behapbaar blijft. Voor jullie, om te bezoeken en om te organiseren, maar ook voor ons. Zoveel gebeurt er eigenlijk in de stad. En een paar bijzondere dingen dan weer van dit weekend. Natuurlijk de langverwachte vierkante vierkant wordt vanmiddag onthuld. Dan hebben we een glossy magazine van de Leidse Lente, dat zal verschijnen.
Heel bijzonder, misschien hebt u het vorig jaar al meegemaakt, maar dit jaar het afscheidsdiner van de Gelukszoekers, project van Roos Tule in de Stadsgehoorzaal, waar morgenavond een diner plaatsvindt aan 10 tafels en het eten wordt gemaakt door Syrische vluchtelingen. En het is echt iets heel bijzonders. Ik ben ook heel blij dat dat soort programma-onderdelen er ook in zitten. Het geldt ook wel voor Voice for Thought. Dat zijn presentaties in Scheltema, allemaal rondom het thema radicalisering. En een presentatie in de Lokhorstkerk door de Leidse Stijl, Studio Mojo en Leiden Global. Nou, het programma blijkt ook wel dat kunst steeds rekbaarder wordt, steeds multidisciplinairder. En dat er veel engagement ook in zit, veel betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken die op dit moment spelen. Ilona Tudor zal in nieuwe energie een performance opvoeren, waarbij zij al slapend werkt aan haar Dream of the Revolution. Daar zou ik ook even kennis van nemen. En een bijzonder onderdeel is natuurlijk de fotografie. Want we hebben ook al, voor het vijfde achterin volgend jaar, een stadsfotograaf in Leiden. En ik ben ook heel blij dat we de bekendmaking van een nieuwe stadsfotograaf kunnen koppelen aan de opening van de kunstroute. En dat zal ik niet doen, maar dat doet onze speciale gast van vandaag. En dat is Marijn Kroop van het Leids Dagblad. Marijn, dankjewel. Ik geef graag het woord aan jou. Dankjewel. Dankjewel en welkom. Mijn stem draagt al lekker, dus het komt wel goed. Aan mij de eer om de oude stadsfotograaf van harte te bedanken voor zijn fantastische werk de afgelopen jaar. En de nieuwe bekend te maken. Dat is altijd een goed bewaard geheim. Afgelopen jaar is Vincent Dekkers, waar is het? Oh, daar ben je. Had de eer. De stichting Stadsfotografen van hier een aantal mensen staan. Heeft bewust gekozen voor iemand van buiten Leiden voor het vierde jaar. Een ras-echte Rotterdammer. Nou ja, ja, omgeving Rotterdam. Om eens met een frisse blik te kijken hoe hij die stad nou ervaart en wat hem erin opvalt. En Vincent is een jaar op zoek geweest naar het geluk in Leiden. Elke week stond er op vrijdag een fantastische en heel grote foto in de krant. Met een stukje over de mensen die hij gefotografeerd heeft en hoe zij kijken naar geluk. En hoe Vincent naar hun geluk kijkt. Vincent, kom er alvast maar bij. Dit jaar heeft heeft de stichting besloten om geen open inschrijving te doen, zoals de afgelopen jaren het geval was. We dachten, dit wordt de vijfde. Ze mogen het zelf een keertje uitmaken. Dus ze hebben iemand uitgenodigd om na te denken over wat zij het komend jaar wil gaan doen. Want het is een zij, ik klap het al een beetje. Ze is ook een echte Leidse. Ja, nou hoort een tromgeroffel te komen, maar er is niemand. Patricia, kom maar bij. Patricia is lid van Ars, dus het is extra feestelijk dat het hier bekendgemaakt mag worden. Vincent, wat heb jij aangetroffen in de stad en heb je het geluk gevonden hier? Leiden en geluk. Ik denk Leiden biedt kernachtig 3 R's. Reinheid, rust en regelmaat. Dus ik denk, stel dat je zou wonen, dan zou ik echt wel die rust wel heel erg kunnen waarderen. En Patricia, wat ga jij het komend jaar hier doen? Want jij bent in Leidse, ja. Je weet hoe gelukkig we hier allemaal zijn. Ja. Daar hoef jij niet naar op zoek. Maar wat is jouw plan? Ik ben tot mijn 20ste ben ik hier uit Pierrot gelopen. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ik heb de Rietvoetacademie en de Fotoacademie gedaan. En sindsdien, 10 jaar, ben ik dus weer terug hier. En ik ga op zoek naar voor mij bekende mensen. Die ga ik terug bekijken. En de bijzondere plekken in Leiden opzoeken. Wat is er veranderd? Hoe zag de stad er vroeger uit? En hoe is het nu om hier te zijn? En ik zie het als een ontdekkingsreis. En vooral geïnteresseerd in de mensen. Nou ja, mensen, vanaf volgende week vrijdag kunt u de eerste foto van haar zien. Dan is het jaar voor Patricia. Bloemen. Oeh, en zoemen. Ja, het is
voor ons, mensen die altijd maar krant maken, lijkt het allemaal zo makkelijk. Maar als je er iemand aan moet gaan staan en elke week twee pagina's moet vullen, dan ben je in het begin wel een beetje nerveus. Toch, Vincent? Ja, dat hoor ik van al onze stadsfotografen. Terug naar de kunstroute, want we hebben niet voor niks de stadsfotograaf onderdeel gemaakt van de kunstroute. Het werk van Vincent is hier achter in de bestuurskamer te zien. Er zijn ook twee filmpjes gemaakt van hoe hij werkt met een interview van hem. Dat hebben twee studenten van de opleiding Nieuwe Media en Journalistiek gedaan. Van de Universiteit Leiden, even de namen. Dat is Iris Alves da Silva en Sibrin Dannega. Zijn ze daar? Ja. Ja, staat ze. Verder hier bij het startpunt is werk van de winnaars van Young Stars, tentoonstelling van eindexamen scholieren beeldende vormen te zien. Dat is daar uit mijn hoofd. Werk van kunstenaars die een atelier buiten de singles hebben, net al aangestipt, dat is daar. Ja. De prachtige stadskaart van Leiden bij Nacht, gemaakt door George Gillissen. Ja. De resultaten van Art Kitchen, een project van Peen en Ui, waarbij vier jonge Leidse kunstenaars een aantal weken in Ars heeft gewerkt deze zomer. En uiteraard een sneak preview op de kostuums voor de optocht van Leidens Ontzet. Dat is gebaseerd op het ontwerpen van Picasso voor de parade in 1917. Dat is achterin. Last but not least is het werk van kunstenares Marlies van Broekel. Kunst is niet te definiëren in één zin. Zij heeft de tekst van Arts Is genomen en daarin is kunst op 177 verschillende manieren gedefinieerd. Zowel vanuit het standpunt van de maker als de beschouwer. Dat varieert van zeer negatief Art is crap tot Art is heaven. En alle registers daartussen. De tekst wordt om 10:15, als we nog op tijd lopen. Voorgedragen bij het startpunt door een spreekkoor. En mocht u dat missen omdat u heel snel naar uw atelier moet, dan is het de rest van het weekend ook nog overal in de stad te zien. Bedankt en jullie ook bedankt. Ik geef het woord nu weer aan Meta. Toch ook heel bijzonder natuurlijk de samenwerking met Leids Dagblad, ja. De publicatie van de foto's. Geweldig dat jullie dat doen, dat jullie dat ook blijven doen. Dus heel veel dank aan Leids Dagblad. En aan de Stichting Stadsfotografen Bestuur voor alle organisatie daarvan. Dank jullie wel.